ja, daar zijn we weer. Live vanuit de pakjesfabriek. Zoals jullie weten wordt hier eerst alles grondig getest voordat het ingepakt en wel als Sinterklaas cadeautje bij jullie terechtkomt. Waar zijn jullie nou? Hallo? O jeetje. Ja, daar zijn jullie weer. Oh, we hebben zoveel problemen dit jaar hier in het kasteel met de stroomvoorziening. Maar gelukkig is jullie prof Piet, en daar ben ik, bezig met de oplossing te vinden voor dit immens grote Pietenprobleem. Ja. Wie is daar? Hallo, hallo, wie is daar? Prof, ik ben het. Oh, ja. Ben jij het? Ja. Oh, dat komt eigenlijk wel goed uit dat jij er bent, want ik kan jouw hulp goed gebruiken. Ja, prof, ik moet echt... Jij moet helemaal niks, Tess Piet. Alles mag, niks moet, maar je moet me nu wel even helpen, als het mag. Oké. Nou kijk, ik wilde jou helpen door dit alvast te testen, maar ja, ik vind dit zo ingewikkeld. Begrijp er helemaal niks van. Het is zelfs te moeilijk voor een man van de wetenschap zoals ik. Ik heb liter slim drank gedronken. Prof, dit is helemaal niet ingewikkeld. Toch niet ingewikkeld? Dit is toch ingewikkelder dan een mummie? Daar moet je 10 jaar extra voor studeren aan de Pietenacademie. Dit is niet geschikt voor kinderen. Prof, dit is heel erg geschikt voor kinderen, maar ik weet precies waarom jij dit niet snapt. Ik zou dit niet snappen. Waarom niet? Nou, lieve prof. Je hebt je verkeerde bril op. Dit is de veiligheidsbril. Je moet eerst je leesbril opdoen en dan de veiligheidsbril. Dan kan je namelijk lezen wat er op die kaartje staat. O, ja, natuurlijk. Even kijken. Ja. Ja, toch? Dit is het elektronische lab van Clementoni. En hiermee kunnen we leren om verbindingen te maken die leiden tot licht en energie. Ja, maar is dat voor de kinderen dan niet veel te spannend? Prof, dat is heel spannend, maar dat is nou juist zo leuk. Dit is speelgoed van het jaar. Prof, hiermee kan je allemaal ingewikkelde circuits maken. Elektronische circuits. Elektronische biscuits, zijn die lekker? Nee, prof, circuits. Elektronische circuits, dat zijn eigenlijk rondjes. Kijk, en als je dat goed doet en de verbindingen goed aansluit, dan zal je zien... Kijk, heb je licht? Oh, wat goed. Oh, wat goed. Maar prof, dat kan jij ook, hoor. Nou ja, misschien na langdurig wetenschappelijk onderzoek zou ik misschien tot de conclusie kunnen... Kijk, er zijn hier allerlei kaartjes. Je kan wel 20 soorten circuits maken, alsjeblieft. Ja, zo, dan kun je het goed kijken. Oh. Er zijn 20 verschillende circuitjes die je kan maken. En als het je lukt, word je steeds slimmer. Oh. Let op, prof. Vertel me, wat moet ik doen? Slimmer nou. Oh ja, maar dit krijg ik wel voor elkaar, hoor. Dus even kijken. Vertel, de batterij. Waar moet die? Die moet... Daar. Hier? Ja. Perfect. Exactement. Ja. Ja, die. Die. Deze, ja. Moet daar. Hier. Staat die? Heel goed. Ja. De groen met blauw. Ja. Hier, ja. Ja. Ja, je kan het wel, hoor. En dan moet deze hier. Als je maar een beetje geduld hebt, dan zie je wat ik zei toch dat je het komt. Ja, deze, die doen we daar, ja. En dan is het nog belangrijk hoe we de touwtjes doen. Deze moet volgens mij hier naartoe. Ja, dus heel goed, klopt, precies. En deze. Ja, daar. Ja, die moet hier naartoe. Ja, die, we hebben er twee. En dan gaat deze hier naartoe. Klopt dat? Ja, heel goed. Ja, ze hebben überhaupt geen verbinding. Ja, je kan het wel, zie je wel. Als je maar je best doet. En dan doe je deze hierin. Kijk, heb je licht. Oh, wat goed. Wat goed. Ik moet je eigenlijk wel iets bekennen. Ik heb een geheimpje. Oh, geheimpje. Ik ben dol op geheimpjes. Is het een leuk geheimpje? Prof, ik moet echt heel eerlijk bekennen dat ik dit al eerder had getest. Waarom denk je dat ik dit zo goed kan? Nee. Ik had het al getest, ik had het al gedaan. Je moet het een paar keer doen voordat je het kan, dus ik had het al gedaan. Ja, natuurlijk helemaal, ja, begrijp ik wel. Maar waarom dan nog aan mij gevraagd om het nog een keer te testen? Nou, prof, alle kinderen vinden het natuurlijk heel erg leuk als de enige echte wetenschapper in het kasteel dit test. Ja, nee, daar kan ik natuurlijk wel in komen. Ja, je bent de prof, Piet, of je bent het niet. Nou ja,
aan de slag dan maar, het attest, Piet. Zou je me alsjeblieft nu niet meer willen storen? Zou je even weg willen gaan? Ik moet nog zoveel doen. Dit moet allemaal klaar zijn voordat het naar de inpakt, Piet, ja, zeker, gaat. Hè? En moet ik natuurlijk zeker weten of dit 100%, wat zeg ik, 1000% in orde is. Prof, zal ik het licht aan of uit doen? Aan. Goed zo. Succes, profje. Dank je. Is jij... Ja, ja. Oh, jullie zijn er nog. Zeg, vonden jullie dit een leuk filmpje? Ja, doe dan een duimpje omhoog. Je kan natuurlijk ook je gewoon abonneren, hè, op ons kanaal. Ja, nou, even kijken. Test, Piet. Test.